Welkom bij Indie, mijn naam is Erian, productspecialist en vandaag gaan we kijken naar deze twee lashelmen van Gies. Nou, waarom deze twee lashelmen? Het zijn alle twee goede lashelmen met een uitstekende prijs- en kwaliteitsverhouding. Waarbij de Zwarte Expert een goedkopere variant is dan de Ergotech. Als eerste de overeenkomsten. Allebei schakelen ze automatisch over van helder naar getint. Dus op het moment dat je gaat lassen, schakelt hij automatisch over naar een getint glas. Nou, andere is dat ze allebei voorzien zijn van het True Color systeem. En dat True Color systeem is eigenlijk voorheen met de lashelmen die je had, keek je door het glas heen en dan had je een groene gloed. Eigenlijk een beetje een groen beeld wat je zag van het laswerk. En door de True Color zie je dus daadwerkelijk de kleuren die ook daadwerkelijk er zijn. Nou, als eerste gaan we het hebben over de Expert 11. Elf staat voor de kleur van het glas wat erin zit. Dat is een enkele kleur, niet instelbaar. En deze is ook niet voorzien van een batterij. Dus in zoverre, het is een plug-and-play, pakken en lassen. Nou, de reactietijd van deze helm is 0,5 milliseconden. Dat is snel, maar is ook direct de beperking van deze lashelm. Op het moment dat je veel gaat lassen, eigenlijk de hele dag aan het lassen bent, veel aan en uit schakelt, zou dat eigenlijk net iets te kort zijn. Nou, dan gaan we over naar de Ergotech. Nou, zoals je ziet is bij de Ergotech aan de zijkant de optie om alles in te stellen. Nou, wat je kunt instellen is de gevoeligheid, de reactietijd en je kunt de tint kun je instellen. Je kan hem instellen van 5 tot 9 qua kleurtint. Dan doe je het knopje naar beneden, ga je de kleur instellen. En wil je een donkere tint, dan zet je hem van omhoog en dan gaat hij van 9 tot 13 kun je instellen. Dan zit er bij de draaiknop waar je de instelling doet om hem donkerder of lichter te zetten, ook nog de mogelijkheid om hem uit te zetten, oftewel de slijpstand. Nou, reactietijd van deze helm ten aanzien van die. Deze is 0,08 milliseconden, maar deze op 0,5. Dus deze is echt aanzienlijk sneller. En dat houdt dus in, op het moment dat je langer gaat lassen, veel gaat lassen, veel in- en uitschakelt, dat deze met een hogere reactietijd beter is voor je ogen. Kortom, de Expert 11, een goede lashelm. Eén kleur, alleen de kleur 11, is niet voorzien van een batterij. Dus onderhoudsvrij daarin. Je kunt de verschillende glazen binnen en buiten kun je vervangen, verwisselen. Die worden sowieso één setje meegeleverd. Dus deze is uitermate geschikt voor wanneer je af en toe iets moet lassen of wilt lassen. Nou, dan hebben we de Ergotech. Verschillende instelmogelijkheden, snelle reactietijd, is voorzien van de batterij. Maar dat komt door alle instellingen die je wilt gaan uitvoeren. Ook voorzien van een extra setje glazen als je bestelt. En deze, op het moment dat je veel wilt gaan lassen, veel in- en uitschakeltijden hebt, dan zie je dat deze voor jou een betere optie is. Heb je nog vragen over lashelmen, over het onderwerp, dan stel ze gerust, neem contact met ons op. Heb je een comment, zet ze even onder en dan zie ik je graag bij een volgende video weer terug.